Het is echt niets om je voor te schamen. Hoi, ik ben Jane en vandaag wil ik iets met jullie delen. Ik ben een student met een functiebeperking. Wat dit is? Een langdurige ziekte, aandoening of handicap die oorzaak kunnen zijn voor beperkingen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan dyslexie, epilepsie, ADHD, etc. Ik ben er zelf pas 1,5 jaar geleden achter gekomen dat ik ADD heb. Best wel kort geleden dus. Het was toen best wel raar om een stempel op me te hebben vlak voordat ik begon met studeren aan HVA. Eerst was ik van plan het te verbergen, maar toch besloot ik het te vertellen aan mijn SLB'er. Doordat zij het wist, heeft ze me onwijs goed geholpen door het eerste jaar om een weg te vinden binnen de HVA met mijn functiebeperking. Ze heeft me laten zien dat de HVA onwijs veel mogelijkheden heeft om het je zo makkelijk mogelijk te maken met je functiebeperking binnen de HVA. Zo heb je onder andere de studentendecanen. Zij kunnen je helpen en gaan samen met je kijken welke mogelijkheden er zijn voor jou. Je hebt verschillende voorlichtingen of cursussen om sommige vaardigheden te leren of sommige verder te ontwikkelen. Denk hierbij aan plannen of effectief studeren. Ook kan je binnen de HVA extra tijd krijgen of vergrote tentamenbladen. En ook is er het platform Limitless. Dit is een groep studenten met een functiebeperking die als geen ander weten hoe het is om te gaan studeren met een functiebeperking. Wat ze precies doen, dat vertellen ze jezelf. Ik ben Philip Kralen en dit is Jeffrey. Wij zijn lid van het platform Limitless. En Limitless is een platform voor mensen met een functiebeperking. De HVA is daarmee begonnen omdat... De resultaten van de Nationale Studentenenquête is gebleken dat het op het vlak van functiebeperkingen binnen onze hogeschool niet helemaal geweldig gaat. Dat de mensen niet weten hoe ze bij de voorzieningen moeten komen. En daardoor zijn wij in het leven geroepen om als het ware een brug te vormen tussen de hogeschool en de studenten met een functiebeperking. En wij zijn daarbij gekomen omdat wij natuurlijk... Ik heb ADHD, Jeffrey heeft Asperger. Daar zijn we ook het een en ander tegengekomen hier op binnen de HVA. Want een soort ervaringsdeskundigen zijn we eigenlijk. Ja, staan wij dichter op de mensen toe. Omdat de HVA is best groot, moet je wel weten waar je naartoe moet. Ja, door middel van die brugvorming proberen we mensen ook bij de betroffen voorzieningen te krijgen. Want er is hier op de HVA gewoon heel veel mogelijk. Kan ook een verbinden van mensen met een functiebeperking. Het mensen met een functiebeperking naar de juiste plaats brengen. Organiseren van themadagen, activiteiten. En daar willen wij, daarvoor zijn wij er, dat die mensen ook de aandacht krijgen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Je kan ons vinden via facebook.com/HVA Limitless. Of je kan altijd een mailtje sturen naar limitless@hva.nl. Als je twijfelt om te gaan studeren met een functiebeperking, het niet durft te vertellen of meer informatie wil over wat de HVA allemaal voor jou kan doen, kan ik het je echt aanraden om naar een open dag te komen en in gesprek te gaan met de studentendecaan, zodat je weet wat je kan verwachten. Het is echt niets om je voor te schamen. Verbergen, dat heeft echt geen zin. Daarmee zit je echt alleen jezelf in de weg bij het waarmaken van je dromen. Ik spreek uit ervaring. Dit was het voor vandaag. Klik hier voor mijn video die ik maakte over de functiebeperking die ik heb en klik hier om te abonneren. Dan wens ik je nog een fijne dag toe. En ik hoop je snel weer te zien op het YouTube-kanaal van de Hogeschool van Amsterdam. Doeg!